vandaag is het echt lekker. Vandaag is de dag van de witte chocola. Ja, en dan krijgen we de discussie. Is witte chocola wel chocola? Ja, want er zit cacaoboter in. Cacaoboter, maar cacao is cacaoboter. Ja, het blijft een discussie, maar het is wel lekker. Laten we eens chocola tekenen. Doe je mee? Ja, de dag van de witte chocola. Hoe teken je dat dan weer? Nou ja, laten we maar gewoon een plak chocola tekenen dan. En ja, het handigste is natuurlijk, omdat het wit is, ik hoef hem niet in te kleuren. Dus dat maakt het voor mij weer een stukje makkelijker vandaag. Nou, makkelijker. Dat zeg ik wel, maar zo makkelijk is het misschien nog niet hoor. Nou ja, het zijn van die vierkantjes, hè. Zodat het makkelijker te breken is. Chocola. Nou, qua perspectief klopt het alweer helemaal niks meer van, geloof ik nu. Ze liggen ook alweer te ver uit elkaar, zie ik. Nou, goed. Volgens mij krijg je wel een beetje idee nu van een chocoladereep. Ja, of van een soort Lego steentje. Alleen, nou, ja, daar zijn de dingetjes rond van natuurlijk. Goed, een witte chocoladereep. En je ziet het, ik word zo ook op elke dag opnieuw uitgedaagd om weer iets te tekenen. Want ik, ja, sommige dingen heb ik ook nog nooit getekend. Zoals vandaag een witte chocoladereep. Ja, trouwens, nog best aardig. Alleen qua perspectief klopt die al niet meer volgens mij zo. Nou goed. Nou, een plak witte chocola. Ja. En dan wat schaduw aangeven. Zo. Ik hou op zijn tijd wel van een stukje chocola. Ik moet het alleen niet te veel eten. Het is ontzettend slecht voor de lijn. Maar goed, soms moet je jezelf een beetje verwennen. Een plak chocola. Ja, wat is nou ook lekker? Witte chocola. Je hebt ook van die chocolade truffels. Ja, die kan je natuurlijk ook witte chocola hebben. Ja, dat is natuurlijk niet goed uit te beelden zo. Een witte chocolade truffel. Zo. Alleen als je zegt het is een kipnugget, dan geloof je het ook. Witte chocola. Witte chocola met frambozensmaak. Dat is ook lekker. Moet dan een framboos bij tekenen. Zo. Ja, ik weet niet of dit zo'n hele duidelijke framboos is zo op deze manier. Maar... frambozen zakken altijd een beetje in elkaar. Hè? Zo. Nou, ik vind het niet geen goede framboos, mensen. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar... nee, het is niet echt een duidelijke framboos. Maar gingen we ook niet tekenen, we gingen witte chocola tekenen. Nou ja, je hebt natuurlijk ook nog... witte chocoladetaart misschien wel. Ja, we zien zelf nog eens wat dingen van witte chocola. Oh ja, die heb je natuurlijk, wacht... ik ga dan nog één ding tekenen. Die vind ik zelf ook wel erg lekker. Van die chocolade zoenen. Weet je zo. En dan mag met zijn glansje op zo.
chocoladezoen. En die heb je ook in allerlei smaken dan. Soms staan ze op een markt of zo met die van die chocoladezoenen. Ja, dit kan ook, soms zit er een puntje op, soms is het gewoon rond afgerond. Nou goed, teken zelf iets met witte chocola. Of neem, je kan tegenwoordig ook gewoon chocoladedrank nemen zoals wit. Ja, ik zeg al, niet gezond, af en toe best lekker. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.